De Oranje Vrouwen beginnen dinsdag met Lisa van der Most en Dominique Jaansen in het almaande WK-kwalificatiewedstrijd in Groningen tegen Noorwegen. Rechtsbek van der Most en linksbek Jaansen zijn de enige twee spelers die bijna drie maanden geleden niet namens Nederland aan de aftrap verschenen in de met 4-2 gewonnen het finale in Enschede tegen Denemarken. Van der Most vervangt hem met een hamstringblessure Kampen de van Lunteren. Terwijl Jaansen de plek inneemt van Kika van Es, die al een tijdje met een pijnlijke knie kampt. Bondscoach Sarina Wiegman, op het FIFA Gala uitgeroepen tot werelds beste coach van dit jaar in het vrouwenvoetbal, kiest verder dus voor de gebruikelijke namen. Links voorin staat Lieke Maartens, die zich sinds maandag de beste voetbalster ter wereld mag noemen. Bij Noorwegen ontbreekt de grootste ster. Ada Heverberg, de aanvalster van Olympique Lyon, heeft uit onvrede over het beleid van de Noorse Bond bedankt voor de nationale ploeg. De wedstrijd in het uitverkochte noord stadion begint om 19 uur en staat onder leiding van de Tsjechische scheidsrechter Jana Adamkova. Noorwegen is de eerste tegenstander van Oranje in de jacht op een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk, Ierland. Slowakije en Noord-Ierland zijn de andere landen in groep 3. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK. De vier beste nummers 2 strijden in de playoffs om het laatste ticket.